Het is mij dan ook een voorrecht en een eer om vandaag aan u, mevrouw Koremans, beste Annemarie, vanwege uw grote verdiensten voor de Westlandse samenleving, de erepenning in zilver van de gemeente Westland te mogen uitreiken. Op mijn 20ste, toen wilde ik gaan studeren. En toen kon ik niet in Leiden komen, want ik kon niet met het openbaar vervoer. Toen ben ik bij de gemeente aangeklopt van, joh, kan ik een tweedehands auto krijgen of zo? Nou, zo is het eigenlijk begonnen. Maar ik stap er niet helemaal uit. Ik stap uit de verantwoordelijkheden en de organisatorische gedoe, et cetera. Dat wordt me al een beetje te veel. En dat is, maar ik blijf gewoon met mijn kennis en mijn vaardigheden en je ervaring, blijf ik bij het platform. En zeker in de uitvoering. En in de adviseer, ik ben officieel nu adviseur van het platform. Die functie heb ik. Belangenbehartigen, ook tegenwerking. Ambtelijke molens draaien traag. En nou, ik heb me wel een paar keer afgevraagd van, moet dat nou zo ook? Maar goed, altijd maar volhouden. En er is heel veel bereikt. Ja.